Een hele belangrijke ontwikkeling in de logistieke sector is de regierol. Dus hoe ga je nou de ketens aansturen? Nou, dat enerzijds heb je het dan over de logistieke aansturing van allerlei processen. Maar het is net zo belangrijk om die financiële stromen aan te sturen. En dat kun je niet meer los van elkaar zien. Je moet geïntegreerd gaan kijken in hoe je een keten kunt optimaliseren. En dat betekent dat je die twee stromen gezamenlijk moet oppakken en gezamenlijk moet aansturen. Wat Nederland moet bereiken is meer banen met hoge toegevoegde waarde. En die zit helemaal in die regierol. En dan niet puur de logistieke regie, maar de geïntegreerde regie. En wat gaat er dan ontstaan? Meer hoog gekwalificeerde banen binnen grote bedrijven. Dus er ontstaan regieafdelingen. Maar ook start-ups die dat soort regie gaan mogelijk maken. In de combinatie met de hele fintech-ontwikkeling. In de combinatie met de hele Internet of Things-ontwikkeling. In combinatie met de hele blockchain-ontwikkeling. Dat zijn allemaal hoogwaardige banen die, als we dat goed doen in Nederland, hier naartoe kunnen halen. Ja, blockchain is heel duidelijk een aanjager voor supply chain finance, omdat het precies op dat scheidsvlak beweegt van logistiek en financieel. Het komt natuurlijk vanuit die financiële hoek met Bitcoin en daar heeft iedereen natuurlijk altijd over. Maar je ziet dat die technieken nu heel snel de supply chain inkomen, de keten inkomen, omdat daar datadeling om optimalisatie mogelijk te maken gewoon cruciaal is. Dus blockchain toepassingen in de fysieke wereld zul je heel veel zien in die logistieke keten. Er is op het vlak van supply chain finance nog altijd veel te weinig bereikt. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar wat er wel is gebeurd, zijn een aantal dingen. En een belangrijke daarvan is, wat vanuit Dynalog is voortgekomen, is betaalmenu. En dat is echt een eerste stap geweest om grote bedrijven bewuster bezig te laten zijn met sneller betalen en financieringsmogelijkheden voor hun kleine leveranciers te realiseren. En daar hebben toch een 50, 60-tal grote bedrijven zich aan gecommitteerd over de afgelopen jaren. Dus dat is heel duidelijk een concrete stap waarbij de combinatie van groot bedrijf en klein bedrijf door Dynalog bij elkaar gebracht is. Ja, lukt het om dit soort dingen in gang te zetten zonder Dynalog? Dat is altijd de vraag. Je hebt wel een initiatief nodig om de overheid, bedrijven en universiteiten bij elkaar te krijgen. En aangezien de logistieke sector zo'n enorme diffuse sector is, heb je wel een platform als Dynalog nodig om dat in ieder geval in gang te zetten en in beweging te houden.